Vandaag de zesde etappe. Jouw top 3. Ja, we zijn vandaag de koninginnenrit. En mijn top 3, ik ga een verrassing zetten op 1. En dat is Tim Wellens. Voor mij is dat geen verrassing. Dat is een jongen, een klimtalent in België. En dat was hier, hij was gisteren ook de zevende. En als je met die grote namen mee de muur opknalt, dan ben je klaar voor vandaag toch mee te doen voor de overwinning. Vormt geen gevaar in het eindklassement. Voilà. Tim Wellens op 1. Ja. Op 2, Tom. Mijn Tom, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin. Ja. En op 3 zet ik Gilbert. In zijn eigen thuishaven. Maar ik heb Tom gisteren aan het werk gezien en hij is zo sterk dat zelfs Gilbert er niet aan kan doen. Henk, een andere top 3? Ja, tuurlijk. Maar niet hetzelfde doen als Ludo. Nooit. Dus Gilbert, daar gaan we eens mee beginnen. Tom Dumoulin op 2. Dan zijn jullie het wel eens, alle 2. Ja, Tom Dumoulin op 2, oké. Maar ik zet er nog een Nederlander bij. En dat is Sebastian Langeveld. Die vond ik vandaag ook prima in orde. Daar ben ik met je eens. En dat wordt ook eens tijd dat hij zijn podium weer ruikt.